Deze beschouwing die gaat over ecofascisme, de stichting of organisatie Extinction Rebellion, gevaarlijke gekken, uh, zeespiegelstijging en. Uh, ja, ik, ik verzin nog wel een mooie titel. Die staat momenteel boven deze video, dus je weet al hoe mooi die is geworden. Nee, het zegt te gek voor woorden. Afgelopen zondag was er in Amsterdam een demonstratie van Extinction Rebellion. Een club die ook hier in Arnhem actief is, die is wereldwijd actief. Ik weet niet hoeveel mensen doen daaraan mee en ze denken dat ze verstandig bezig zijn, terwijl het gevaarlijke gekken zijn. Het zijn overwegend jonge mensen en het zal je kind maar wezen. Die meedoet aan die idioterie. In Amsterdam hebben ze met boten door de gracht gevaren en trompet gespeeld. Ze liepen in de rondte met hun gezichten besmeurd met verf en rare kleren aan. En waar gaat het over? Oh ja, er liepen ook nog een aantal mensen met een doodskist. Want het was een rouwstoet. Want het klimaat ging dood. Of zo. O, oh, ze zeiden ook nog: er zijn mensen die lijden en sterven aan de klimaatcrisis. Ongelofelijke onzin. Kort samengevat. Het belangrijkste punt volgens uh, Extinction Rebellion is de stijging van de zeespiegel. En het KNMI zegt, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut zegt, dat de zeespiegelstijging is, maar niet alarmerend. Beter gezegd, er is niks aan de hand. Het KNMI. En ik geloof het KNMI. Nou, nu kan je zo ophangen. Iedereen die dus iemand kent die bij Extinction Rebellion zit, ja zegt tegen die persoon dat hij even moet kijken op de website van het KNMI. En voor de rest, alsjeblieft, je mond houden over alarmerende toestanden rondom de zeespiegelstijging, want dat slaat nergens op. En het IPCC, die naam wil ik niet meer horen. Ja, ik heb hier de website van het KNMI voor me. En die hebben een pagina over zeespiegelstijging. En daarin staat in de eerste alinea. Volgens het IPCC, dus het Intergovernementele Panel op Klimaatverandering, is de zeespiegel aan het einde van de 21ste eeuw op wereldschaal met 26 tot 82 centimeter gestegen. Uit satellietmetingen blijkt dat het zeeniveau niet overal op aarde even snel stijgt, wordt verder niet toegelicht. Wat stijgt dan harder en wat stijgt dan minder. Maar goed. Gemiddeld dus 26 tot 82 centimeter. En de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. was de afgelopen eeuw vrijwel net zo sterk. als de wereldwijde stijging. Dus nou, wij houden mooi tred met de wereldtrend. Trend. Dan staat er helemaal onderaan dit artikel. Dat de zeespiegel in de afgelopen eeuw met 19 centimeter is gestegen. En er staat ook, er is geen tempoversnelling geconstateerd in die stijging. Dus het gaat niet de laatste jaren harder. Nee, de laatste tientallen jaren is er geen tempoversnelling geconstateerd. Kortom, de zeespiegel stijgt met Zeg maar 20 centimeter per 100 jaar, dat is een 0,2 centimeter per jaar. Oftewel, is het nou uh, 20 millimeter of zo? Nee, 2 millimeter. Ja, 2 millimeter per jaar. 0,2 centimeter, ja, dat is 2 millimeter. Dat stijgt de zeespiegel mondiaal. Het is wel jammer dat het KNMI dan dit helemaal onderaan zet van het artikel, want het leest geen hond. Maar er staat helemaal bovenin dat de komende eeuw kan het tussen de 26 en 82 centimeter gaan stijgen. Kan stijgen. En op basis waarvan? De afgelopen 100 jaar is de stijging van de zeespiegel stabiel met 2 mm per jaar, iets minder. En waarom zou die dan plotseling een sprintje gaan trekken, die zeespiegelstijging? Omdat ze de paus dat gezegd heeft. We moet er een aanleiding voor zijn. Nou, wat is die aanleiding dan? Ik weet het niet. En ik ben ingenieur milieudingers. Een hoog verstand van statistiek. En computermodellen. En als je toch 100 jaar lang uh, elke jaar uh, trouw meet. en 100 jaar lang is de stijging van de stee-spiegel constant. waarom zou die dan de komende 100 jaar in ene een sprintje gaan trekken? Namelijk. Uh, ja vier keer zo hard gaan vier keer zo hard dan, dan moet je ergens op baseren lijkt mij hoor en dan staat hier dan dat er staat dus ook boven, dat is die leugen. hè. Dus de eerste alinea. zeggen ze dat het zo is. Dus helemaal onderaan staat dat er helemaal geen versnelling is in de stijging. Dat is punt 1. En dat het kan zijn dat het de komende 100 jaar vier keer zo hard gaat. Kan. De afgelopen 100 jaar is er niks, geen verharding, versnelling geweest... Maar de komende honderd jaar gaat het plotseling vier keer zo snel. Ja, ja, natuurlijk. En waarom eigenlijk? Maar goed, dan heb je een plaatje. Wat mij helemaal niks zegt. Met allemaal getalletjes erin. 0,4, 0,5, 0,3. Dan denk je: oh, En dan. Uh, dat is dan uh, in M. Ik weet niet wat het is. En een RSL-change. Uh, die getalletjes staan ook een beetje jolig, een beetje scheef. En sommige van links naar rechts, andere van boven naar beneden. Ja, het zal wel. En dat is een kaartje uit 2011. Ja, oké. Okay. Dat ja, zal wel. En dan staat eronder oorzaak zeespiegelstijging. Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen, en het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Dat uh, zeewater uitzet als uh, het warmer wordt, uh, dat klopt. Maar hoeveel zeewater wordt er warmer? Toen ik neem aan dat het warmer wordt dan zeewater aan de bovenkant. Maar tot hoeveel meter onder het oppervlakte zet die opwarming door? Want je moet niet denken dat zeewater nou zo ontzettend veel uit gaat zetten bij een graad Celsius stijging. Dat is ook maar 1 promil of zo, hè? Dat valt de reuze mee. Dat is een ding één. Maar het tweede is het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Nou, We zitten nu dus uh, op de eerste twee alinea's, hebben we dit gelezen. Hè? Dus 82, nee, 26 tot 82 centimeter. En dan uh, Antarctica. Dus gestaag aan het slinken. Het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Dus de ijskap op Antarctica is gestaag aan het slinken. En er is ook een snelle afkalving aan de randen van de Groenlandse en West-Antarctische ijskap. Ja. Maar als je naar beneden gaat dan staat er dat de ijskap op de Zuidpool die gaat niet gaat smelten. Het is mogelijk dat hij de komende tijd, de komende eeuw, eeuwen, gaat groeien. En die afkalving aan de randen ja, die vindt plaats omdat er zoveel ijs is en dan valt het van het land af... Van het Antarcticaanse land dus. En dan valt het in de zee. En dan stijgt de zeespiegel natuurlijk. Want er valt iets in de zee, en waar moet dat water dan naartoe? Hè? Maar dat komt omdat het dus op het land van Antarctica. daar komt steeds meer ijs, 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 ijs. En uiteindelijk valt er een stuk van de rand af. Klaar. Dus de ijskap van Antarctica, die is wel afkalving aan de hand, maar die groeit ook keihard weer bij. Dus de vraag is of er sprake is, een, sprake is van een netto groei. In elk geval is het zo dat de hoeveelheid sneeuw op Antarctica waarschijnlijk zal toenemen. Staat hier bij het KNMI? Ja, dat staat pas onderaan het artikel. En dat leest geen hond. En daarbovenin staat dat de ijskap op Antarctica gestaag slinkt. Ja, het is of het een of het ander. Lijkt mij. Dit is het KNMI, die heeft nog een beetje moeite met het vertellen van de waarheid. Hè? En wat je in elk geval kan zien is dat. De wetmatigheid, namelijk, dat is in de feiten vastgesteld dat de zeespiegel stijgt. Dat klopt. En dat gaat met een snelheid van 0,2 centimeter per jaar. Dus 2 millimeter per jaar komt erbij. Nou, niet iets om van in paniek te raken, lijkt mij. Dat is een 20 centimeter per 100 jaar. Nou, oké. Okay. Moeten we nu al rekening gaan houden dat we de mensen in Zandvoort moeten gaan waarschuwen? Van ja, houd er rekening mee, want over 100 jaar. Als jouw klein-kleinkinderen geboren zijn of zo. Uh, Dan ja, is het 20 centimeter hoger. Ja, we maken die zandvoordenaren nou uit? Dan hebben ze iets minder strand? That's it. Maar ja, zoiets, zoiets geruststellends zet je pas aan het einde van je artikel... En ook dat uh, de, kap, o, ijskap op, kap, de ijskap op Antarctica helemaal niet uh, gestaag slingt, Zet je ook pas helemaal onderaan. En bovenaan het artikel helemaal... Nou, dan krijg je van die gekte. Van die mafketels die door Amsterdam gaan lopen en brullen dat het leven voorbij is. En uh, mensen sterven en lijden onder de klimaatcrisis die er helemaal niet is. Nou, daar mag toch iemand zich een beetje zachtereinig over maken, of niet? Nou, en in dit geval vond ik dat ik de beurt had. En die slaat helemaal nergens op. En die mensen die gaan maar door met andere mensen bang te maken. En mijn, uh, mijn voormalige huisbaas, daar huurde ik een kantoortje. En die man, die, ja, die is heel erg beïnvloedbaar. Van het minste of geringste raak je helemaal van de kook. Ja, als die dit soort dingen te horen krijgt, en dat krijgt hij te horen natuurlijk, die gaat helemaal uit zijn plaat, man. Die man maakt je hartstikke bang. En daarom noem ik deze mensen van Extinction Rebellion niet alleen gek dat ze echt gek zijn. Nee, ze zijn gevaarlijk gek. Want ze jagen mijn voormalige huisbaas een beetje angst aan. Maar dat moet je niet doen. Laat die man met rust. En Martin van de Clio, dat is er ook zo een. Die loopt ook te brullen van: ja, de mensheid sterft uit. Maar dan Wim Kruidentuin, die komt uit een agrarische familie. En ik. Ja, wij zijn dan met Martin zeg maar, in discussie, in gesprek. En wij kijken elkaar aan. Van, ja, waar wordt die man zo bang van? Ja, Van dit soort berichten. En dan er weer iemand gek gaat lopen doen in Amsterdam. En, eh, klimaat. Eh, terwijl er niks aan de hand is. Ja, houd toch op. Ik weet niet wat je er nog verder aan toe moet voegen. De zeespiegel stijgt. Het ijs op Groenland is uh, tanende. Dat, dat, dat slinkt gestaag. Oh ja, en de Kilimandjaro in Afrika. Uh, dat is zo'n berg en dat had ook een ontzettende bak uh, permafrost bovenop. En uh, dat is ook uh, aan het slinken. Het is wel zo dat de grootste slinking, de snelste, en, uh, dat het het hardste omlaag ging, dat was aan het begin van de 20e eeuw. En sinds die tijd slinkt het ieder jaar een beetje. That's it. Een beetje. En de grootste afname van, het ijs hoeveel, van de ijshoeveelheid op de Kilimanjaro, ja, dat was aan het begin van de 20e eeuw. Toen er nog helemaal geen CO2-dingenstijging was. Niet zoveel als nu. Dus wij hebben het nou over. Ja, en Groenland wordt minder. Maar Groenland heet toch ook Groenland? Want vroeger was dat, denk ik, groen of niet? De vikingen, die hebben dat land ingepikt. Ja, dat hadden ze terecht niet gedaan als het één grote ijsvlakte was. Dus het is kennelijk, sinds de kleine ijstijd is Groenland helemaal onder het ijs komen te liggen. En momenteel is het weer aan het verminderen. En dan weer. Door toen we de grote ijstijd hadden en het hier in Nederland voor de helft onder het ijs lag, toen kon je bijna lopen naar Engeland toe. Zo laag was het waterniveau in de Noordzee. En dat is nu voorbij. Nu kan je niet meer lopen naar Engeland. En waar maak naar nou uit? Is dat erg? Dat je met de boot naar Engeland moet? Ja, ik zeg het maar. Iemand moet het zeggen. En deze klimaatmalloten, die gaan maar door. Ja, en ik zeg er lekker wat van. <laughs> en ik zeg op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.